eerste jeugdteam van de badmintonvereniging Borne. Voor dit jeugdteam is het badmintonspel geen campingspelletje meer. Badminton staat onder de sportkennis bekend als een zware sport. Als je in deze sport een goede bent, dan ben je echt een topatleet. De jongens en meisjes uit het eerste jeugdteam van de badmintonvereniging Borne willen ook toppers worden, verenigd in één team. Daarom wordt er 3 keer per week intensief getraind en spelen ze competitiewedstrijden in de leeftijdsklasse tot 15 jaar. Dus de tegenstanders zijn over het algemeen ietsjes ouder. De inzet van de speelsters en spelers en de begeleiding vanuit de vereniging werpt vruchten af. Nou, dat mag je toch wel zeggen als je kampioen wordt van Oost-Nederland. Dit kampioenschap gaf het jeugdteam het recht om mee te doen aan het Nederlands kampioenschap in de U15-klasse. Met veel enthousiasme werd de voorbereiding hier op de hand genomen. En het resultaat mag er zijn. Met trots mogen jullie zeggen dat jullie de 5e van Nederland zijn geworden in jullie klasse. Een geweldige prestatie die smaakt naar meer. Dames en heren, genomineerd voor Jeugdsportploeg 2012, het eerste jeugdteam van de badmintonvereniging Borne.